Ik was een paar weken terug in Arnhem en toen sprak ik iemand die mij vertelde over wij krijgen kippen. En hij was helemaal verbaasd dat ik daar nog nooit van had gehoord en dat ik er niet heen ging. Hij zelf ging er namelijk heel vaak heen. Nou, ik heb een hele hoop energiebedrijven gehad. Ja. En specialistische meetbedrijven, Inax, Eneco. Volgens mij voor het energiegebruik zou ik gewoon zeggen, voor zo een slimme meter en ja. Met een gratis applicatie die te krijgen is. Tenzij het een groot verbruiker is, je school. En ja. Dan heb je, ja, dan zou ik eens bij Inax kijken Inax. Wat zij hebben. Inax is het oude Cycle Systems, dat is, okay. Vind ik nog wel een hele goede partij. Hoera! Het eerste energiesprekje is geopend. Als er ambitie er is, zoals bij ouders is al een heel mooi moment eigenlijk. Dus je hebt ouders die gemotiveerd zijn. Dan hoop ik ook dat het schoolbestuur gemotiveerd is. Dan heb je al een hele belangrijke prijs. En dan moet ook de gemeente zal die ambitie moeten dragen. Nou, die is er op dit moment niet om in Amsterdam scholen naar nul op de meter te brengen. Er lopen een aantal gezondheidsprogramma's, ook wel iets qua energie. Maar die willen niet, die gaan in kleine stapjes op weg naar het energie neutraal maken van scholen. Ja, wij geloven in die grote stap. Ja. En die is nog niet omarmd door de gemeente Amsterdam. Okay. Maar ik denk dat voor een aantal scholen zou dat een hele goede stap zijn.